De sloop van de voormalige pizzeria Pino aan de Herenweg is begonnen. Het gebouw moet plaatsmaken voor een appartementencomplex. In 2013 werd Pino gekraakt. De bewoners organiseerden er diverse activiteiten, zoals concerten en politieke avonden. Ook kon er gegeten worden. Op last van de rechter moesten de krakers voor 1 november het pand verlaten. De sloop neemt ongeveer 2 weken in beslag.